De landbouwschool die in het district Saramacca wordt opgezet is volgens Robbie Holband, directeur van het Polytechnisch College, een goed initiatief. President Chandrika Prasad Santokhi heeft bij zijn bezoek aan Saramacca bekendgemaakt dat er een praktijk landbouwschool in het district komt. Minister Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft duidelijk aangegeven dat de landbouwschool te Saramacca op LBO-niveau zal zijn. We merken vaak dus dat we ook als instituten naar mogelijkheden zoeken om praktijk te doen voor onze studenten. Er zijn natuurlijk ook wel heel veel aanbiedingen vanuit de private sector. Maar het is altijd een uitdaging om op de locaties te komen waar de boeren, de ondernemers bezig zijn. En ik ga er zo vanuit dat als de overheid zelf een praktijkcentrum opzet, de toegankelijkheid naar zo'n locatie veel makkelijker, veel beter zal zijn, waardoor we als onderwijsinstituut ook daar goed gebruik van zouden kunnen maken of gaan kunnen maken. Uh-huh. Dus al met al het initiatief, als ik het vergelijk met wat de vorige regering toen had gedaan en de aanpak, denk ik dat deze minister het heel slim heeft aangepakt door de instituten erbij te halen. De vorige keer lag het initiatief bij ons om zeg maar met de commissie die door de president was ingesteld te gaan praten. En toen werd er gesproken over landbouwschool in Nikeri. Toen hebben wij het initiatief genomen om met de commissie door de president ingesteld te praten. En gezamenlijk hebben we toen gewerkt aan het agrarisch onderwijs in Nikeri. Leerlingen die geslaagd zijn van het LBO kunnen naar het NATIN gaan en daarna doorstromen naar het PTC of de universiteit. Dat is dus de achterliggende gedachte van de minister, is dat de instroom, omdat we alle instituten hebben aangegeven van, weet je, de instroom is matig. Er is niet zoveel animo voor het agrarisch onderwijs. Overigens hebben we daar ook breedvoerig over zitten discussiëren om ook het beeld dat de samenleving heeft over het agrarisch onderwijs dat te doen veranderen. En de minister was daar ook helemaal mee eens en gaat ook zijn energie daarin stoppen om een heel ander beeld te creëren dan wat men steeds hoort. Als je luistert naar het agrarisch gebeuren, dan is het bijna altijd negatief. Terwijl er zoveel positieve elementen erin zitten, die eigenlijk ondersneeuwd raken door alle negativiteit die komt uit die informatie over het agrarisch onderwijs. Dus dat wordt dus ook besproken. En de minister was heel duidelijk daarover. Van, weet je, als we die stroom hebben, dan ga je dus op een gegeven moment krijgen dat je ontwikkeling op het agrarisch niveau naar een ander niveau kan tillen. Omdat je op alle niveaus competente burgers kan ontwikkelen. Tot zover Robbie Holband, directeur van het Polytechnisch College. Hij zegt dat de animo voor de agrarische opleidingen niet zo groot is, maar dat de school naar mogelijkheden zoekt om het onderwijs aantrekkelijker te maken.